Alleen ik had continu wel het gevoel dat er nog wel wat in het vat zat. Alleen ik merkte zelf dat ik wel problemen kreeg met wat lichte kramp door het opspattende water. En toen zei ik op een gegeven moment tegen Guido, die riep ik eigenlijk naar voren van, hoe hard gaat het eigenlijk? En toen zei hij, ja, de kilometer zakken weg naar 3,5. Nou ja, toen ging er bij mij een knop om en toen dacht ik, ja, nou ja, ik wacht al af of ik kramp krijg, maar nu ga ik gewoon. En toen heb ik geprobeerd om de kilometers terug te brengen naar 3,6, 3,5. Dat begreep ik ook vanaf de motor dat lukte. En toen hoorde ik dat nog de laatste 3 kilometer nog een paar keer 3,4 moest. Nou ja, ook nog steeds probeer te pushen. Laatste kilometer, 2,53. Nou ja, dan is Guido schreeuwde nog van, je kan dit. En dan, dat geloofde ik ook nog. Maar ik zat wel ook toch behoorlijk te geven. Maar uiteindelijk probeer je toch tijd los te laten en zo hard mogelijk naar de finish te lopen. Ja, dan is het wel zuur als je over de finish komt. En het is 2:11:06. Ja, dat is niks. Je kan. Maar ik ben trots op hoe het is. Ik ben terug op niveau. Ik kan meer dan dit. Ik heb de stijgende lijn weer te pakken. En ik had gehoopt dat ik me vandaag zou plaatsen, omdat je dan in alle rust kan voorbereiden op de spelen. Ik heb het in 2012 natuurlijk gemist. Dat was een mooie kans, in ieder geval, die miste ik en nu mis ik het net aan. Maar wat ik zeg, ik geniet gewoon van het proces. Misschien is dit wel de mooiste marathon bijna, zou je zeggen. Dubbele gevoelens natuurlijk, maar kijk, het ging tot 2012 gewoon super. En daarna heb je gebaseerd en dan kom je nu terug. Ja, dit is wat dan wel tops wordt en dit is het mooiste. Eigenlijk het proces, wat vind ik het nog het meest gaaf van het resultaat, de baling daarvan. Maar ik weet gewoon dat ik naar die spelen kan en ga. En ja, nu betekent het wel dat we een nieuwe planning moeten gaan maken. En dat is wel jammer op zich. Want dan, die stap die ik nu moet maken, die moet dus eerst nog in april komen. Of iets eerder, maar daar gaan we over nadenken. Maar ik ben trots op dat we dit hebben gedaan. En ik wil Giga daarvoor bedanken. Thank you.